Dames en heren, goedenavond. Straks is hier te gast de man die deze week van zo ongeveer alles de schuld kreeg. Zelfs van de dood van Pim Fortuyn, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, Ad Melkert. En vanuit deze studio vier columnisten over de vraag: wat is er mis met Nederland, met onze politici, met onze democratie? Waarom gingen zoveel mensen massaal rouwend de straat op voor Pim Fortuyn? En wat is eigenlijk diens erfenis? Vier beschouwingen op de meest absurde verkiezingen in onze naoorlogse geschiedenis. We zijn er met Netwerk naar het journaal. NOS Journaal. PvdA-voorzitter Kolen wil niet in regering met lijst Pim Fortuyn. Enorme veiligheidsmaatregelen rond bekerfinale. En Carter als eerste Amerikaan bij Fidel Castro. Dames en heren, goedenavond. De PvdA zal definitief niet gaan regeren met de lijst Pim Fortuyn. Dat zei PvdA-voorzitter Kolen vanmiddag. De dood van Pim Fortuyn heeft in het standpunt van de PvdA geen verandering gebracht, zei Kolen. Vrijdag nog suggereerde PvdA-minister Pronk dat de PvdA met mensen van de lijst Fortuyn moest gaan praten. Maar Kolen vindt de verschillen tussen de twee partijen te groot. Ik vind de gedachtegoed van de lijst Fortuyn, zoals verwoord op Pim Fortuyn, in zijn boek en in het programma neergelegd. Dat is op vele punten, vinden we dat, zeker wat de oplossingen betreft, ver staan van ons gedachtegoed. Maar PvdA-minister Jan Pronk leek afgelopen vrijdag sterker geneigd om straks samenwerking te zoeken met de lijst Pim Fortuyn. En we krijgen waarschijnlijk een grote groep LPF in de Kamer. Welkom en graag samenwerken. Je zult nu als Partij van de Arbeid op een andere manier moeten kijken naar de mensen die straks in de Kamer komen. En zal die kiezers van deze groep niet van je moeten vervreemden. Onze lijn is toch echt opkomen voor de solidaire samenleving. En de lijst Fortuyn met het idee, dat is in onze ogen, kan leiden als je die oplossingen volgt tot onwerkbare situaties in een harteloze samenleving. Die keuze staat nog steeds voorop op 15 mei. Mocht de PvdA woensdag de grootste partij worden, dan komt lijsttrekker Melkert in aanmerking om de nieuwe premier te worden. Maar volgens VVD-corrivee Frits Bolkestein is Melkert op dit moment niet de juiste man voor die functie. De heer Melkert is een bekwaam politicus. Of hij op dit ogenblik de statuur heeft om premier van alle Nederlanders te zijn, dat betwijfel ik. U zegt dus nee? Ik zeg nu nee. PvdA-partijvoorzitter Kolen wil de positie van Melkert absoluut niet ter discussie stellen. Hij was en is de beste man op die plek. We staan er gewoon volledig achter. Hij is onze lijsttrekker. Daar staan we achter. Vandaag en ook 15 mei zullen we met hem proberen zo goed mogelijk resultaten te bereiken. Er is geen campagne meer, maar toch beginnen steeds meer politici zich weer te roeren. En in Den Haag is Job Friso. Maar Job, niet alle partijen doen even hard mee. Is dat niet raar, zo 3 dagen voor de verkiezingen? Ja, de partijen hebben er eigenlijk een beetje moeilijk mee. Hè. CDA en VVD hadden al eerder gezegd dat ze stil zouden blijven en blijven dat tot nu toe. D66-lijsttrekker De Graaf gaf vandaag een tv-interview. En de Partij van de Arbeid top wilde vandaag eigenlijk geen prominente Kamerkandidaten beschikbaar stellen voor televisieoptredens. Nou, dat alles zou wel eens te maken kunnen hebben met de zenuwen binnen de Partij van de Arbeid. De partij die scherpe kritiek krijgt van de straat en op zwaar verlies staat in de peilingen. Nou, oud-PVDA-minister Peper wil wel zijn licht laten schijnen over de politieke crisis. Ja, qua emotie, qua staat waarin het land verkeert, psychisch, sociaal, acht ik de situatie behoorlijk ernstig, ja. Kunnen bekende vertegenwoordigers van gevestigde politieke partijen nog de boodschap over het voetlicht krijgen dat ze het allemaal anders gaan doen vanaf nu? Dat wordt moeilijk, omdat natuurlijk de aanwijzingen om het anders te gaan doen qua stijl, qua definiëring van problemen, die aanwijzingen zijn natuurlijk al veel langer. En ik geloof niet dat dat zinnig is. Wat wel zinnig is, vind ik, om de staat van de natie te analyseren. En dan is het interessant te weten van de heer Melkert of van de heer Balkenende of van de heer Dijkstal of andere kopstukken, hoe ze daar tegenaan kijken. Maar is dat niet iets voor een nieuwe lichting? Moeten er niet gewoon nieuwe mensen komen die met een schone lei beginnen en dat vertrouwen van het volk kunnen herwinnen? Je moet ook vooral buiten de eigen kring zoeken. De nieuwe regering moet eruit zien als een club mensen waarvan in ieder geval dat vertrouwen, waarvan nu wel helder is dat het weg is gezakt, waarbij ze zegt dat is een interessante nieuwe ploeg. Minister Peper vindt verder dat de lijst Pim Fortuyn mee moet doen aan het nieuwe kabinet. Tenminste als de lijst een goede verkiezingsuitslag haalt.
Peper benadrukt verder het belang van een snelle kabinetsformatie en een bondig regeerakkoord, omdat dat kan helpen de vertrouwensbreuk met de kiezers te herstellen. Job Friso vanuit Den Haag. Ajax heeft de nationale voetbal.